Vandaag stond er burgeractiviteit over de Baltimore Plein op de agenda. Mevrouw van Leeuwen had meer dan 50 handtekeningen verzameld. Goedenavond, dames en heren. Waardoor haar onderwerp vanavond op de agenda stond. En zij wilde graag praten over het Baltimore Plein en de ontwikkeling daarvan. Het Baltimore Plein in Almere Buiten is nu op dit moment nog steeds één gapend gat. D66 vindt het belangrijk dat dit stuk van het winkelcentrum in Almere Buiten uiteindelijk afgebouwd wordt, zodat er een mooi horecaplein kan ontstaan. Dat is nog voor de wat middellange termijn. Wat wij wel willen is dat er op de korte termijn maatregelen worden genomen, beloftes worden nagekomen, zodat de ondernemers die daar nu zitten ook zelf echt kunnen ondernemen. Vanavond het Baltimoreplein. Insprekers die vinden dat daar veel meer zou moeten gebeuren. Wij vinden dat ook vanuit de SP eigenlijk van wezenlijk belang dat mensen het initiatief nemen en wezenlijk ook wat met de stad doen. Kortom, wij ondersteunen hun initiatief en wij spreken de wethouder aan op het snel in orde maken van het Baltimoreplein. We hebben vanavond gesproken over het Baltimoreplein. Activiteit door burgers ontwikkeld hier voor de politieke markt. En we zijn het volkomen eens met hun actiepunten die ze graag gerealiseerd willen zien. Op dit moment vindt APOPA het Baltimoreplein meer een bouwput dan een gezellig plein. En daarom willen we ook zo snel mogelijk actie. En de wethouder die zich nu verstopt achter stedelijke vernieuwing, die willen we toch oproepen om gewoon het plan wat al 5 jaar geleden klaar had moeten zijn, nu eindelijk eens af te maken. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de ondernemers aan het Baltimoreplein. We zien helaas ondernemers vertrekken. De huurprijzen zijn te hoog. Er zijn geen klanten. Er is geen sfeer. We hebben vandaag met het college gesproken over korte termijn acties om het plein levendiger te maken. En we hopen dat er binnenkort concrete voorstellen worden gedaan. CDA vindt dat Almere Buiten een bruisend horecaplein verdient op het Baltimoreplein. Daar is sfeer voor nodig en er zijn ook mensen voor nodig die er langs komen lopen, zodat het fijn vertoeven is op het terras. Eén probleem, de busbaan loopt er nog tussendoor. Dus aan het college een fijne taak om te zoeken naar een oplossing om daar wat mee te doen. Vanavond was het burgerinitiatief over het Baltimoreplein. Het Baltimoreplein zou een mooi en levendig plein worden. De plannen zijn door de tijd achterhaald en er worden nu nieuwe plannen gemaakt. Maar gaan de ondernemers dat trekken tot die plannen klaar zijn? Dat is de vraag. Hoe kunnen we deze ondernemers helpen? Verhuurders, ja, we gaan er niet over als gemeente. Maar kom op man, doe iets met die mensen. Maak die huur wat lager, dit kan echt niet. Het Baltimoreplein in Almere Buiten is nu grijs en versteend. De Partij voor de Dieren ziet graag dat dit plein mooi en groen wordt en bijdraagt aan een gezellig plein, maar ook aan een stad van de toekomst.